Ik heb de afgelopen 10 jaar in Tilburg gewerkt als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde. En ik heb in die periode heel veel onderzoek gedaan naar de spanning die er altijd is tussen de moderne samenleving en moral sentiments of morele gevoelens. En in mijn afscheidsrede spits ik die algemene vraag toe op het domein van de politiek. Wat betekent dat nou dat je in Nederland van de ene kant moderne politiek hebt, moderne staat hebt en dat toch ook in de samenleving morele gevoelens om aandacht vragen? Op zichzelf is de staat natuurlijk een neutrale instantie. De staat heeft geen morele gevoelens. De staat, en zeker als de moderne staat, die heeft te maken met rechtsgelijkheid. Die heeft te maken met zuinig omgaan en doelmatig omspringen met beschikbare financiële middelen. Die heeft te maken met cijfers en met beleid. Dus de moderne staat is een bureaucratie in de positieve zin van het woord. En die heeft ons ook veel goed gebracht. Dus de staat zelf heeft geen morele gevoelens. Dat punt is alleen dat er allerlei vraagstukken in de samenleving zijn waarbij morele gevoelens een hele belangrijke rol spelen. Deze dagen, we spreken in november 2015, het vluchtelingenvraagstuk. Maar u kunt alle andere vraagstukken bedenken die met politiek, daar speelt altijd een morele component een belangrijke rol. En de vraag is, gaat dat goed? En mijn conclusie is, na veel onderzoek, dat gaat in Nederland eigenlijk niet goed. De politiek is, zeker in moreel opzicht, heel leeg geworden. Hoe komt dat? Dat is natuurlijk de kernvraag, ook van mijn betoog, mijn afscheidsrede. Dat komt omdat politici en politieke partijen zich enorm hebben vereenzelvigd met het staatsbelang en dus met de morele neutraliteit van de staat. Nou, op de eerste plaats, er moet natuurlijk zuinig omgesprongen met de beschikbare middelen. Dus je moet economisch zijn. Dus men denkt, politiek is een economisch iets. De economen zullen ons zeggen hoe wij beleid moeten maken. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de Tweede Kamer. Welke wetenschappers citeren zij nou veel? Vooral economen. En dat is zelfs enorm toegenomen vanaf de jaren 80. Dus de hele wijze van redeneren is ook sterk economisch. Het gaat om geld, het gaat om centen, het gaat om de markt. En nou is dat heel belangrijk, daar gaat het niet om, maar politiek is meer. En als je economisch redeneert, dan heb je nog niet de morele kant te pakken. Dus dat is één tekort. Je zou kunnen zeggen dat leidt dan vanzelf tot een zeker moreel tekort. In de politiek, in de wijze van politiek spreken. Tweede punt, dat ook heel belangrijk is. Politiek is in Nederland een professionele aangelegenheid geworden. Hè? Dus wie gaat er de politiek in? Ja, mensen die het vak kennen, die zijn dan altijd lid van de politieke partij. Die politieke partij is maar een heel klein stukje van het electoraat, 3% nog niet eens. Dus je komt al via een hele smalle poort binnen en bovendien, je moet op een bepaalde manier praten en je gedragen. Je wordt helemaal gesocialiseerd in die politiek. Dus politieke professionals die zeggen niet allemaal hetzelfde, maar ze hebben wel allemaal dezelfde stijl van optreden en dezelfde taal en dezelfde denkwijze. En nou ja, hoger opgeleide burgers kunnen zich daar nog wel in vinden. Die vinden dat wel herstaanbaar, maar lager opgeleide Nederlanders hebben daar grote moeite mee. Die denken anders en die voelen anders. En die vinden ook dat al die debatten in de Tweede Kamer, dat die eigenlijk haarkloverij is. En dat politici over hun eigen belang heen moeten stappen en zich moeten inzetten voor het algemeen belang. Er is dus veel bezwaar bij lager opgeleide tegen de politiek. En dat komt natuurlijk in extreme mate tot uitdrukking als ze niet meer gaan stemmen. Of als ze gaan stemmen voor, niet voor de middenpartijen, maar voor partijen aan de linkerzijde, SP, PVV aan de rechterzijde. En dat is een uiting van onvrede die dus te maken heeft met het feit dat ze zich weinig kunnen herkennen in die taal van ja, al die professionele politici. En tenslotte, derde tendens. Die partijen, als ze willen het liefst besturen of regeren. Hè? Dus de politieke partij heeft vele functies eigenlijk, maar het liefste wat ze doen is personeel leveren. Hè? Een wethouder leveren, een burgemeester leveren, een minister leveren. En dan denken ze dat ze aan de macht iets goeds kunnen doen. Maar ja, in de samenleving wordt dat toch niet gewaardeerd. Want je ziet aan de uitslagen ook dat de middenpartijen, PvdA, CDA, VVD ook wel, die worden eigenlijk als ze deelnemen aan de regering eerder gestraft. En dat komt omdat ze ook hun eigen ideologische beginselen hebben prijsgegeven. Ze marcheren allemaal mee in een neoliberale agenda. Nou ja, voor de VVD snappen we dat. Maar voor de PvdA en het CDA is dat toch wel merkwaardig. Want ooit was de PvdA opgericht, hè, eeuw geleden, om iets aan de uitwassen van de markteconomie te doen. Ja, en die hebben een ideologische veren prijsgegeven. Dus wij hebben dan de PvdA naar voren. Die doen eigenlijk hetzelfde als de VVD. En eigenlijk het CDA hetzelfde. Hè. Dat noemen ze christelijk. Maar ja, wat is nou christelijk aan het CDA? Die voeren ook een neoliberale agenda. Kortom, op al die punten, bestuurlijk, economisch, qua taal,
bedrijf men eigenlijk geen politiek, men bestuurt het land. En wat is nou het probleem, zou je kunnen zeggen? Dat gaat toch prima? De BV Nederland is er misschien mee geholpen. Nou ja, het probleem is niet alleen dat er heel veel vragen zijn die inderdaad moreel van karakter zijn, zoals het vluchtelingenvraagstuk, maar ook werkloosheid, uitbreiding Europese Unie en dergelijke. Maar ook, en dat is heel interessant, dat in de samenleving zelf de belangstelling voor morele vragen enorm aan het toenemen is. Ik heb dat uitgezocht, dus ik ga dat niet uitvoerig behandelen in mijn oratie, maar ik stip het kort aan. Als je naar burgers kijkt, Nederlandse burgers, daar hebben wij een groot onderzoek gedaan. Nederlandse burgers zijn helemaal niet calculerend, in de zin dat ze alleen maar hun eigen belang voorop stellen. Ze zijn zeer sociaal gericht, ze hebben degelijk iets over voor anderen en hebben ook belangstelling voor morele beginselen. De Nederlandse professionals, hè, dat hebben we ook onderzocht. Mensen in de gezondheidszorg, mensen in het onderwijs, mensen bij de politie. Zijn dat mensen die alleen maar voor hun inkomen gaan? Geen sprake van. Voor hun inkomen hoef je niet bij de politie te gaan werken. Die doen dat om iets aan de samenleving bij te dragen, om iets voor anderen te betekenen. Dus dat is ook een sterk morele kant. En tenslotte, zelfs de bedrijven zijn de afgelopen 20 jaar op een heel interessante ontwikkeling laten zien. Dat ze niet alleen maar gaan voor het aandeelhoudersbelang of alleen maar voor de maximale winst. Ik bedoel, ze willen wel winst maken, maar er zijn ook in het bedrijfsleven steeds meer organisaties en ook leidinggevenden die oog hebben voor duurzaamheid, mensenrechten en niet de plofkip in het vak bij Albert Heijn. Dat zijn maar tendensen, maar ze staan dus helemaal haaks op wat er politiek gebeurt. En daar zit dus het grote probleem. De politiek beweegt zich in de richting van een soort moderne staatsbeheer, waarbij moraliteit geen rol speelt. De burgers, de bedrijven, de professionals vinden het juist heel belangrijk. Ja, vindt u het dan gek dat politiek niet zo populair meer is als het ooit was?